De One-Stop Shop voor chronische ziekten heeft in het kader van Werelddiabetesdag vandaag, afgelopen zaterdag in het district Kommerwijnen, wederom een jongerencongres georganiseerd. Het was best wel leerrijk en ik heb veel geleerd over gezonde voeding en... Nou wel dat we gezond moeten eten en gezond moeten leven en dat we in beweging moeten zijn. Dat ik geen drugs moet gebruiken, dat ik minder vet moet eten. Ik heb geleerd hoe je gezond kan eten, wat je eigenlijk kan eten. En dat je in beweging moet blijven voor een gezonde levensstijl. Reacties van scholieren van verschillende Milo-scholen die zaterdag te Tamaregio in het district Kommerwijnen hebben deelgenomen aan het jongerencongres van de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten. Deze stichting is gespecialiseerd in het geven van educatie en hulp bij suikerziekte en is van oordeel dat de bewustwording over diabetes mellitus bij jongeren moet beginnen. In dat kader worden deze jongerencongressen georganiseerd. Eigenlijk is het doel heel simpel, dat we jonge mensen al heel vroeg bewust maken van een gezonde levensstijl. Vaak genoeg denken we dat we als jonge mensen niet kwetsbaar zijn en dat we alles mogen doen. Maar met deze activiteit willen wij graag dat jonge mensen bewust worden van hey, wat je allemaal doet, wat je allemaal eet, it matters, het is belangrijk. Weet je, eigenlijk gaat het om awareness. Dat is het doel van het jongerencongres. De participatie van de jongeren was heel goed, zegt Sohara Sylvester van de stichting One Stop Shop. Als onderdeel van het congres is een jongerencroetoe en een Be Creative sessie gehouden. Bij de croetoe kwamen verschillende stellingen aan de orde, waaronder de stelling dat diabetes mellitus, oftewel suikerziekte, alleen voorkomt bij oudere mensen. Het is intussen duidelijk dat diabetes mellitus een ieder kan treffen. Jong, zowel oud. Bij de Be Creative sessie zijn onder meer een poster gemaakt, een sketch opgevoerd en een lied gecomponeerd. Op het derde jongerencongres te Tamaregio hebben enkele scholieren zich ook aangesloten bij het jongerenplatform van de stichting One Stop Shop. Dit is ook het doel van de jongerencongressen, zegt Guillermo Farnold, lid van het platform. Jongeren aangesloten bij het platform komen regelmatig bij elkaar om zodoende activiteiten te ontwikkelen om andere jonge mensen bewust te maken over diabetes mellitus en ze aan te sporen een gezonde levensstijl op na te houden. De stichting One Stop Shop heeft eerder congressen gehouden te Brokopondo en Nikeri.